the new heavyweight champion of the world, Badr Hari. En als het aan Badr Hari ligt, dan zijn deze woorden binnenkort realiteit. Want de kickbokser wordt bokser en Badr Hari denkt graag groot. Let's get ready to rumble! Wanneer ga je naar Amerika? Dinsdag. Volgende week gaan we er vandoor en gaan we aan de slag. Ik heb even een auto voor je meegenomen. Ik denk, gezellig, ik pas er net in, gelukkig. Ik denk een grote auto, dat past jouw ego daar beter in. Hè? Ben je niet bang dat het misgaat dan? Het gaat niet mis, dat kan ik op een presteerblad schrijven. Ah, kom op man. Als je een pen hebt, kan je het op je buik schrijven. Ik ken alle twee de kanten van de medaille heel goed. Dus ik weet wel wat kan en wat niet kan. We zullen even kijken naar wat hoogtepunten. Ja, vind je het leuk om te zien? Tuurlijk. Even kijken hoe dat ding werkt hoor. Meestal moet je play drukken. Ja, bedankt hè. Iemand heel zwaar knock-out slaan, hè? Heb je weer een nodig gevoel van, oh wow, dat was eigenlijk net iets te hard of zo? Nee, wel eens soms dat je iemand raakt en je denkt, oeh, die zat er echt goed op. En zelf knock-out gaan hebben? Ja, dat is lekker. Elke week het liefst. Jongens, een aantal! Het enige mooie van een knock-out is dat je gewoon echt niks kan herinneren. Je bent echt een paar minuten kwijt van de wedstrijd. Dus soms weet je niet eens dat je in de wedstrijd hebt gevochten. En dan word je wakker in de kleedkamer en dan zeg je, succes is klaar, jongen. Wat is er eigenlijk gebeurd? Ja, dan denk ik, mijn broek is uit, een beetje raar hier. Amsterdam, hier Indische buurt. Ja. Dit is waar jij vandaan komt, hè? Ja, hier ben ik opgegroeid. Dit is mijn wijkie. Ja? Voel je dat altijd nog zo? Ja, nog steeds. Dat gaat nooit weg. Wij voetbalden altijd samen. Kon je een beetje voetballen? Ja, dat was een goede voetballer. Laatste man, hè? Laatste man. Ik zeg niet hoe langs kwam. En dan iedereen die er door kwam, bam! Loopkick. Alsjeblieft, dames. Toen je hier als jochie gewoon rondliep, van weet ik veel, 10, 12 of zo. Ja. Had je toen al de dromen om groot te worden of zo? Ik heb altijd gedacht dat ik groot zou worden. Voor een baas werken, ja. Ja, ik zie mezelf liever voor mezelf werken, weet je. Maar er zijn ook wel eens mensen die zeggen, die Badr Hari is ook een beetje gek. Want? Nou ja, je hebt ook wel een paar keer toch iemand die op de grond lag nog even een schop gegeven. Ja, dan had ik op dat moment mezelf emotioneel niet in de hand. Maar is dat zo? Ben jij een beetje gek of niet? Nee, ik maak fouten. Je balanceert op het randje. Ja. Maar komt er nou ooit een moment dat jij daar staat in Amerika dat je zegt van, yo, ik ben een Marokkaan en ik ben een Nederlander en ik sta hier met een fucking kampioenschapsschommel in mijn klauwen? Dat gaat er zeker komen. Ja? Ja. Ik hoop het. Ik beloof het je.